Friends of Sports. Met, met Kik en Roosjes, Goedemiddag allemaal, of goedenavond. het hangt er vanaf wanneer je aan het kijken en aan het luisteren bent. We gaan het weer eens hebben over de Premier League, met uh, lachenbekje Leroy Del Tour, die alweer klaar zit voor uh, een stevige portie Premier League. Jelle Tak ook. Dag Tim. Uh, we zijn er klaar voor, al is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd, moet ik zeggen, van de weekend. Nee, we waren vorig weekend aan, aan te klagen dat het klagen uh, dat het allemaal wel minder was. Ik heb het gevoel dat ze de lijn een beetje doorgetrokken hebben. Zoals voorspeld. Maar het was... Ik vond de, de uitslagen, en zo waren ook voorspelbaar. Ja, wel top. In 3-4 op Southampton, uh, of uh, Aston Villa Southampton, dat had ik nu niet voorspeld, maar... Ja, maar oké, okay, dat was... Ja. Ze kwamen nog terug op het einde, Ja, de rest is, was... is, is, is redelijk voorspelbaar, ja. Uh... Ondanks het feit dat we er eens boek op zaten en dat we het Southampton hadden getipt, hè. Ja, dus er, ja ene sowieso. keer... Ik, Ik had ook gezegd keer. dat mijn United Arsenal een draak van de wedstrijd ging worden. Ja, het, het is gekeerd. De vloek is weg. Het Is, de vloek gekeerd. is weg. het is een momentje van zelfstoef? Of wat? Ja, even. Kunnen we dat toch even mee uitpakken? Binnen die nu. Ah nee, nee we zijn voorbij de eerste minuten. Nu mogen we niet meer. <laughs> Oké. Okay. Nu moeten we het gewoon over serieuze dingen hebben. En vermis dat we toch over Southampton begonnen zijn, moeten we het hebben over het nieuws van de afgelopen dagen. En dat is dat Danny Ings, jammer genoeg, vier tot zes weken uit is. Tot aan de kerst. Uh, jammer genoeg. Ja, we hebben het hier nog, ik herinner mij, niet zo lang geleden gezegd dat, wij, dat hij aan een fantastische reeks bezig was. Hij was fantastisch aan het voetballen. En toen hebben we allemaal gezegd dat niemand van ons hem in zijn fantasy durfde halen, omdat hij, ja, omdat hij zo blessuregevoelig omdat was. Je het weet, omdat of je het is weet dat het gaat komen. Hè. En dan was het eindelijk eens zover, bleef hij, ja, bleef hij presteren, bleef hij wedstrijden spelen zonder blessures. En, en, en nu valt hij dan toch geblesseerd uit op een fase ja Waar het eigenlijk jammer was, totaal niet meer nodig was. Ja, maar het was. heeft daar niet alles mee te maken, blijkbaar. Hij heeft dinsdag op training nog uh, geprobeerd, hij heeft nog gelopen. Maar, en dat, dan is ja, het, uh, maar er zit iets in de zin ja, knie, want hij dinsdag al geopereerd heeft. Ja, dat, dat is gewoon een fase van niks. Hè? Waarschijnlijk gewoon een klein scheurtje en met de lopen dat dat scheurtje is beginnen verder scheuren. Mm. Zo, zoiets verwacht ik dan. Maar het is wel een naderlating voor Southampton, want, want de formule met twee spitsen, Inks Adams, we hebben het hier vorige week gezegd, klopte wel. En, en hij is simpelweg. Ja, Bart Prowse was nu de, de hoofdrolspeler, mm -hmm. afgelopen weekend. Maar Danny Inks is daar absoluut de, de, Toch de beste. Toch wel een mooie goal gemaakt. Ja, ja wereldpot. Uh. Uh, is daar de beste speler. Uh, dus ze gaan die wel missen. Ja, ja ook vooral voor de... zijn defensieve werk, vind ik. Want ik heb die, ik heb die, die, match, die match gedaan en je ge ziet, ja. ge ziet hem aan de ja. cornervlag van, van, ja. zijn eigen, van zijn eigen ploeg. Hè. De, die staat daar te verdedigen, gewoon. Als als ja, ja, stem niet is, is dan Cheyre die dan. Uh, die joneus waarneemt, dus dat is wel doorgesproken door, door Hazenut, dat er een van die twee spitsen altijd moet uitzakken. Maar hij is de link tussen, tussen dat middenveld en... Hij komt veel, terug en dan hij is hij middenveld komt, middenveld Hij staat overal. Hij is he? veel meer dan die doelpuntenmaker. Ja. Die, die veel mensen dachten en die ik ook bijvoorbeeld dacht dat hij was. Hij, ah ja, maar hij heeft hij, er wel 22 gemaakt ja, vorig Hij komt jaar, die bal he? halen en is inderdaad die brug en ja, dat wordt zo, dat wordt niet makkelijk, want wie zijn de alternatieven? Dat is dan... Ja, Shane Long. Michael Mar Obafemi. Ja. Ik ging Martin zeggen, dat hij hem Obafemi noemde. De, aan de lichte kant zo, hè. Of ja. Walcott als tweede spits naast, naast Adams. Ja. Gene Poe, tweede spits. Dat is, meer, dat is meer een flankaanvaller. Ja, dat zijn ja, 22... Tim zegt het net, 22 doelpunten vorig jaar. Ja, dat verlangt niet zomaar. Sinds vorig seizoen is er maar één speler die beter doet dan Danny Inks qua, qua doelpunten, dat is Jamie Vardy. Hij heeft er ja, 29, ja. hij heeft er 27. Maar normaal is de blessure maar... Relatief, is maar een maand, maand en een half. Hopelijk, hè, ja. Dus al bij al valt die schade nog mee. Maar hopelijk is dat... Ja, bij zo'n blessuregevoelige speler ben je toch bang dat dat... Dat dat voor, voor overcompensatie kan zorgen en weer kleine kwaaltjes voor de rest van het seizoen kan meebrengen als hij te vroeg begint. Ik hoop dat ze bij Southampton slim genoeg zijn om, om hem zijn tijd te geven. Het is niet hetzelfde als vorige keer. Hè? Nee, nee, nee. Het is niet dat zijn, zijn kniebanden afgescheurd zijn. Hè? Dat was toen een, een half seizoen, nee, een heel seizoen, dat hij gemist heeft en een, een stuk van het volgende seizoen nog erbij gemist. Extra bestuim, Is het dezelfde knie dus... op een ander of Geen idee. Denk, dat weet ik, ik niet. Denk ik niet. Dat denk dat geen van zijn knieën bij. nog fantastisch in orde zijn. Maar goed. Nee, want dat heb je wel vaak als iets kleins is aan een ene knie, dat er dan plots iets zwaar volgt. Aan een andere knie, door, je, compensatie. door compensatie, doordat je niet correct weer bent beginnen. Dat te is lopen, wat Zinjo maar... van Heusden waarschijnlijk ook uh, uh, voor gehad heeft. Ja, maar laat nee, ons... daar, je weet het niet het nee, kan nee, ook ja, zijn met je constitutie te maken. Ja. Ja. Daar, uh... Laat ons niet te pessimistisch zijn en, en hopen dat hij snel terug is. Ik vind het wel opvallend hoe hij voetbalt hè. Die, 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 dat trippelen. Voordat hij gaat trappen, ja, dat is toch ja, ja. opvallend? Ja ja, ik vind dat heel dan, mooi om te zien. Dus hij zo trapt ook fantastisch En De manier waarop hij op een bal trapt is fenomenaal. Welke vrije trap van Ward-Prowse vonden jullie de mooiste? Ik heb een tweede, maar... De tweede is de moeilijkste, denk ik, ja? omdat het zo dicht is. Ja, wel, de tweede gaat denk ik niet binnen als Minks springt. springt ja, gaat hij ja. niet binnen. Kijk, en, de springt... tweede is absoluut de moeilijkste, want uh, de commentator zei het perfect. Wie was de commentator? Maar, uh, <laughs> mezelf. <laughs> okay, de commentator <laughs> zat er per eens juist op. Uh, en die zei van, dit is een heel moeilijke vrije trap, omdat het van zo dichtbij is. Ah, je ja. uh, hebt eigenlijk de... geen tijd om hem over de muur en toch nog onder de lat te krijgen, als je hem met kracht trapt. Ja, dus ik snap wel dat we de mooiste vinden, maar ik dacht wel, Mengs, alstublieft jongen. is Ward Prowse wilde wel gewoon eens springen. Ja, maar Leroy, sorry man. Stel dat hij springt en hij shot hem eronder, wie is er dan in fout? Ja, maar dat vind ik minder. Ik denk dat Ward Prowse dat niet doet. Dat vind ik minder. Maar dat weet hij niet. Het was zijn tweede. Je denkt van misschien. Zo gelijkaardig, de manier waarop hij die ballen trapt. Maar als hij er toch minder. Dat zoveel vertrouwen in. De Bruinen heeft er ook al onder getrapt. Maar als hij er toch minder schemielig uit, dan. Ja, nee, ik, ik weet niet, niet te springen. Ik, ik denk dat ook, dat even nee, belachelijk is. Ik denk dat het een soort van. Ja maar, ik zou... ja, maar dat is dan het moment om een mannetje erachter te leggen. <laughs> ja, voor ja, daar gewoon Om dezelfde reden, wat... Leroy, dat je dat juist zegt, omdat ze dichtbij was, zou ik ook zeggen als keeper: muur springt niet. Want hij gaat hem er niet over krijgen het is moeilijk om hem en hem krijgen. er dan nog onder de ja. laten krijgen. Dus dan moet keeper centraal staan. Voor als hij ja. hem er toch overtrapt. Ja, maar deze was echt wel perfect getrapt. Maar ik zou ook meegeven aan mijn muur. Als hij zo dicht is, niet springen. Ja, eigenlijk... Want gemist je je mist die, die meter wel als hij van verder trapt. Dan kunnen je zeggen, springt, want dan heb je een extra meter om. om. He? Dat is logisch. Ja. Maar als je hem dichter trapt, waarom moet hij dan springen? Dan kan hij er wel onder als je zou springen. Maar het is eigenlijk niet nodig, want de, de moeilijkheidsgraad om hem dan nog onder de lat te, krijgen om te laten vallen is, is zo moeilijk. Dat je zegt, van de kans is groter dat, dat ik niet spring, dan, dat, dat ik... Maar eigenlijk loopt, ja, eigenlijk loopt het gewoon daarvoor al mee. Hè. Je weet dat je tegen ward speelt. Maak daar eens geen fout. Doe daar niet die ja, handbal. Die, die fout, dat is toch groot? van met die cash? Om de, om de mensen die het niet gezien hebben... De, er komt een bal van op de rechterflank. Maar hij moet nog zijn controle en, doen. Hè. Zijn controle cash, moet nog goed zijn. Zit ertussen met zijn... Hij steekt er echt letterlijk zijn ja. hand voor. Ja. Terwijl dat Waukot in, een, in een, ja, een doelpunt kan maken. Hè. En dus dat is eigenlijk hetzelfde als iemand neerhalen die op weg is naar doel, vind ik dan. Dat is niet moeilijk, hè? Ik, zou daar, ik, ik had daar rood voor getrokken, maar goed, ik ben natuurlijk geen scheidsrechter. Uiteraard kun jij nog scheidsrechter worden. Je moet er alleen ambitie voor hebben, hè, Taki? Ja, maar die ambitie is er niet. Uh, ik hou het op uh, kritiek geven op de VAR en zo. Dus, uh, dat is plezanter ook, hè? Dat is plezanter en dat is iets meer in de luwte. Dus, uh... Over kritiek gesproken, iemand die eigenlijk nooit kritiek krijgt, behalve heel, heel soms, en dan heeft het altijd niet met voetbal te maken met mijn vrouwen, Ryan Giggs. <laughs> <Ja>. Nieuwsbericht van... <laughs> Nieuwsbericht van, van de week. Hij zou, Eigenlijk uh, niet om mee te lachen. Hè? Hij zou de, nee, nee. zijn losse polletjes gehad hebben. In zijn eigen hotel. Uh, gearresteerd. Op zijn vrouw, hè? Of ja. niet? zijn vriendin. Ja, ja zijn vrouw. Hij uh, is niet getrouwd hè, met niet deze. Niet meer, nee. Is, en is zijn vriendin, is dat nog de vrouw van zijn broer of is al een handel. Nee, 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 dat is een ander. Volgens Natasha. Is, een ander. is hij officieel nu een grotere klootzak in het Engelse voetbal dan John Terry? Ja, toch? Ja, maar hij strijdt het af. Als het allemaal waar is, even af. Ja, maar als het niet waar is, dan treed je niet af als bondscoach. Maar hij treedt niet maar af, hè? Nee, ja. in de Bij de Wales treed. hebben ze gezegd van het is beter dat je nu niet de selectie doet. Ja, hij is gearresteerd, en... Leroy. Wat moet je <laughs> doen? Dan ja, niet op zijn vrouw slaan? Ja, maar hij, ik bedoel, hij kan eigenlijk gewoon ook niet coachen, waarschijnlijk op dit moment. Ik denk als je gearresteerd bent, dat je niet zomaar naar het buitenland mocht. Hè? Ja, dat lijkt me ook. Ik weet niet of dat Wales thuis speelt, maar ik denk dat ze... Als Ze drie maanden spelen, dat ze toch één geen van uitspelen. Uh, het uitspelen sorry. Ja. Dat, dus alleen, dat lijkt me dan logisch dat je <laughs> ergens opzij gezet wordt. Ja, yeah, oké, okay, true. Zelfs al is het maar, Arie, zelfs al wordt het daarna tegengesproken en krijgt hij gelijk, maar ja, dat komt ook niet van. Maar hij is heel veel van zijn glans kwijt. Hè. Die, Kom, dat, is een, is... dat is een speler die, waarvoor, waarvoor dat je naar het stadion ging vroeger, waardoor dat je verliefd bent geworden op de Premier League. Maar als je dan al die... fantastisch borsthaar. <laughs> ja die goal tegen Arsenal in de, de fake-up halve finale ja, de uh, star dat, was een, ja, dat was daar waar het borsthaar was als he. je als je acht jaar aan een stuk een relatie hebt met uw schoonzus ja vooral dat de vrouw van zijn stuk. broer is ik bedoel oh, ja. allee, van maar vrouw, acht van jaar aan een stuk oké okay, er zijn twee partijen in dat verhaal zij doet daar ook gewillig aan mee natuurlijk maar dat, dat is toch of je nou erger. Ja. schoon de vrouw van uw broer of de vrouw van uw ploeggenoot. Maar, ik wil dat John het is Terry hier beter is, uitkomt dan Ryan. Het is altijd ah, ja, Natuurlijk erg. de vrouw van uw broer, daar blijft toch gewoon af, Dat is gewoon familie. Tenzij dat je het, het proper doet, hè, en zegt van uh, sorry, we gaan uiteindelijk. Uh, ja, maar proper nee. was niet, hè. Het was met nee, ja, een mijn abortus en al. Ja. En, ja. Het is het is, dus het is, niet. is heel jammer voor, voor, voor de, de legend Ryan Giggs, maar ja, so. ik hoop dat hij dat zijn verdiende loon krijgt. En natuurlijk. opnieuw een opsteker voor. Elke Man United van op dit moment. Oh, Die krijgen kletsjes. Oh, ja, dat is, is echt uh, erg. Dat is dramatisch, hè? Ja, oh. Ja, wat, wat kunnen we er nou over zeggen? We willen zelfs niet over die verdediging van gisteren noemen. gaan we het -verdediging noemen? Stambool, restverdediging noemen. Er was geen restverdediging. Maar ja, zie hier. Ik bedoel, er was een beeld van hè, boven in de, in de. dat ze hebben gefriest. De, de posities waarin ze stonden op het moment van die pas. Nee, maar dat en, snap je maar vast op zijn baba's. eigen helft, 20 meter alleen. Echt niemand Just aan de middenlijn ongeveer. Dat is echt niemand. Hè? <laughs> dat was, hè. En dat ook, was daar publiek in Istanbul? Ja, geen idee. Ik heb ja, eigenlijk niet opgelet, zodanig gelet op hoe dat opvat. Ja. Maar als je dat ziet, en je keeper moet daar roepen, één, je <laughs> trainer moet daar roepen. Twee, misschien moeten een van je zeven verdedigend ingestelde spelers dat beseffen: van, hé, er, staat daar wel heel veel, uh, er is daar wel heel veel ruimte voor Dembaba. Nee, daar, dat klopt. Dat. Er is niemand die daar verantwoordelijkheid pakt. We moet je heel veel vertrouwen hebben in het feit dat je een corner kunt trappen en dat je die binnenschot, maar, dat vertrouwen, maar is, nog, dat vertrouwen is er ook niet. Hè. Nee, dat is... Nee, ten eerste. En ten tweede, dan nog heb je iemand... Een, ja, dan zit er een, een kleine rappen van achter. Ja, want het, het is gewoon er aan, er toch het is, langs alle kanten aan het rammelen. Het is niet alleen meer de defensie, niet alleen meer de, 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 de spitsen die niet scoren of... of Kansen die de nek worden omgevrongen. En elk klein probleem. Niet, niet alleen meer het middenveld. Het is, nee, het is overal. Elk klein probleem wordt altijd groter en groter. Ja. pogba is nu weer... En ze hebben er al een beetje kunnen probleem. verdoezelen door 0-0 door, door, ja, te spelen tegen Chelsea, twee keer te winnen in de Champions League. Dus dat, dan dachten van, ja, er zit misschien wel toch iets in. Maar... De nederlaag een nederlaag. Nu, tegen, tegen, tegen Arsenal. Arsenal was belachelijk. Ze hebben niks gecreëerd. Wat, wat, wat is... Het is, zoals Tim zegt, het is zelf gewoon moeilijk geworden. Wat is momenteel het probleem van United? Ja, nee. Is Solskjaer het probleem? Is Pogba het probleem? Is de verdediging het, het probleem? Een combinatie van, hè? En dan is er nog eens als randzaken, leuk als fan, geeks die op zijn, ja, ja. zijn vrouwen, op, op zijn partners slaat. En, en Bobby Charlton ook, die dement, die met dementie kan... Die heeft kamp. misschien geluk hè, dat hij dement is, United... dat hij niet meer weet een dag erna dat, ja, uh, ja, United dat zijn United wel, zo slecht geworden is. Hoe lang is. Heeft, heeft United het Engels voetbal gedomineerd? Pak, pak 15 jaar. Ja. 15, na 15 vette jaren. Vanaf uh, 90 tot. Uh, ja, 20, 25. 2010, 13, ongeveer, 2003, ja, 13, 20 jaar waren ze toch echt dominant. Hè? Ja, Met een stukje Arsenal en een stukje Chelsea tussen. Ja, man. maar nooit uit de top 4. Na ik, die vette, vette jaren is, is nu gewoon te de afzien, denk ik, als United van. Sowieso, hè? ja. Zeker als je Pogba ziet spelen, wat in principe. je beste speler is, hè? zeker qua marktwaarde. Die, daar hebben ze 100 miljoen voor betaald, maar als je die tegen Arsenal bezig zat. Dat moet je dan geen tabula rasa doen met Pogba op, om, om te vergelijken met... Omdat nu tegen Arsenal maar was, gaat, bijvoorbeeld, met die kopen? gewoon? Ja, je, uh, ja, je verliezen ja. inboeken. Gewoon. Beseffen dat je niet gaat recupereren wat je ervoor betaald hebt. Maar, ik denk maar dat 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 hij die gewoon... transfer is al lang afgeschreven en dat lang... Qua merchandise en qua, qua toestanden is dat allemaal... Zoveel verwachten ze er niet van, denk ik. Ze, wat moeten, geld. ze, moeten, dat gewoon, ze moeten daar gewoon vanaf. Het eens dat, dat, ey, waardoor hij zwaar, zwaar weegt op de boekhouding, is door, door zijn loon dat hij krijgt. Maar voor de rest, ja. Met Juventus zou dan toch weer op die kaart gaan springen, neem ik hoor. Dus. Ja, ik zou toch nog eens twee keer nadenken als ik aan jullie ben. Als, ja, je, die, als je die bezig bent, er zit geen goesting in. De, en dat is toch tegen hetgeen dat je verwacht van, van, van een voetballer van Manchester United: dat, dat je met goesting op dat veld komt. Waar, dat je die goesting dus wel niet alleen, is. Best bij is bijna een Donny van der Beek, die is, die is gefrustreerd als hij op de bank moet zitten, als hij in de tribune zit. Die is, die is ja, hyper als hem, als hem erop komt. En, en ja. dat wilde zien. Maar je hebt dat niet bij, bij Bruno Fernandes valt dat ook weg, vind ik. Bij Pogba je dat niet. Je hebt dan zo, ja, bij Bruno is dat ook weg. Ik vind ik dat vind. wel, ja. Wel, maar dat, dat vind ik problematischer. Ik heb het gevoel dat heel die ploeg. Ja, hè? die spiraal. Daardoor, die spiraal. Maar daaruit aan, leid ik af dat, dat, ze, dat ze het zwaar gehad hebben. Zelfs een Greenwood Solscare. en een Rashford, die stralen ook niet zoveel plezier meer uit op een voetbalveld. Ja, en wat mij nog het meeste stoort, is hoe rap dat gaat. In Man United is dat precies na één match. Mm -hmm. Eén match waar het niet loopt, waar het niet goed gaat, of ze hebben tegenslag of wat dan ook. En ineens zie je dat als een pudding in elkaar om stuiken. En, en, en omgekeerd ook eigenlijk. Ik denk, oh, wat is dat hier? En omgekeerd ook. Dan speelt hij plots één keer fantastisch. En dan hebben we het gevoel van, ja, die zijn gelanceerd, die, gaan, die zijn vertrokken. Maar dan is inderdaad de niet, week erop, is het weer abominabel. Het, het is een rollercoaster en het is van, van het ene hoogtepunt naar het andere nog zwaardere dieptepunt. Ik denk dat ze nu al redelijk rock bottom zitten. En, en ze staan nog en eerst en in de Het is de Champions League ook niet toevallig Europa. dat Pochettino plots op Sky verschijnt op ja. maandagavond. Ik ging net vragen. Het is de Interlandweek staat voor de deur. Uh, volgende week komen we opnieuw samen. Is Solskjaer dan nog trainer van United? Oh, er zijn moeilijk, drie, drie um, woorden of zinsneden of trending op Twitter op dit moment. He. Dat is de hashtag out. Dat is um, de presidentsverkiezing. Ja, oké, okay, maar goed. Van voetdrumpen uit. Lose at Everton en uh, potch. Dat zijn drie yeah. termen die op Twitter trending zijn wat Manchester United betreft. Dus ja, het gevoel dat het de laatste kans is. En, en als ze niet overtuigend winnen door goed, goed te voetballen, dan denk ik wel dat, dat ze de beslissing gaan uh, vooral... nemen. Ik hoop het voor, voor, voor Solskjaer, want hij is ook iemand die. Ik ja, heb het gevoel dat hij. Heel die afziet. groep kwijt is en dat hij ook wel aan het zoeken is. En aan, aan... Ik vind vooral dat, er, dat ze geen tijd meer mogen verliezen. Het is een seizoen, er is duidelijk, er is nu nog geen ploeg die er bovenuit steekt. Nee. Um, zowel niet als puntenaantal als voetbal. Maar ook afstaan, dus als, de, als je nu 15, snel... Ja. Dus hoe langer je wacht om, om eventueel in te grijpen, hoe, hoe, hoe kleiner de kans is dat jij wel die ploeg wordt die op de rails komt en die kan profiteren van de maleise bij, bij andere ploegen die ook zoekende zijn. En United heeft op papier voor mij, zeker nu men zit hier met zoveel bestuurderskant voorin, hmm. heeft men United misschien wel op papier de tweede beste kern. Los van, los van de defensieve problemen. Daar kan ik akkoord mee gaan. ja. Maar die gaan daar niet ver. En Liverpool zit zonder Van Dijk, ja, wat die ja. sowieso punten gaat kosten. Dat hebben we nu al gezien. Af, allez, ze hebben geen punten verloren tegen, tegen West Ham, maar het was niet hetzelfde als met Van Dijk. En dat heeft veel gescheeld, ja. Dus het is een moment voor United om, om geen tijd te verliezen en zo die kans te grijpen. Maar dat moet hij ook, want je kunt altijd wel zeggen: dat is toch niet de schuld van, van Ole, dat is de schuld van de spelers. Maar het is gedeelde maar, schuld. Als je al zo'n soort van ruit-diamant in, in je middenveld zet, wat, de, wat ik eigenlijk nog nooit gezien had bij mijn hmm. United ervoor, zeker niet de afgelopen jaren. Ineens komt hij daarmee met een soort van uh, raar patroon, waarvan dat ik denk van. Maar die, die spelers die ten eerste, die kunnen dat niet. Die, die weten niet dat dat, hoe dat, dat werkt. En je hebt niet de juiste spelers om dat te doen. Dus ik was met verbazing aan het kijken naar de manier waarop hij ja. ineens zijn ploeg, dat tactisch plan, eenmaal verandert. Ja. En denkt van, nu ga ik het eens een keer zo doen. Het problematisch is gewoon dat ze, qua voetbal dan, los van de, de, de randzaken uh, rond de club dan. Het is gewoon dat ze geen kansen creëren en dat ze, dat ze zoals ik zei, die, die drive missen om, om, om er echt iets, om echt die match in handen ja, te pakken. En dan de spelers dan... missen ze op dit moment? Enkel Marcel die schorst was. Ja, het, ja, het ligt niet aan de kwaliteiten van de spelers volgens mij, want ja, ja. Die, die zijn er zeker in. En, en, en we hebben dat eind vorig seizoen ook, ook gezien dat de, als dat klikt, dat dat heel goed kan klikken. En, en op de, de een of andere manier is dat in die zes weken tussen pauze gewoon helemaal, helemaal weggevallen. Maar ja, de, de vraag is. is is de puzzel die niet klopt? Wordt de puzzel niet juist gelegd? Of zijn, is het gewoon echt onmogelijk met de puzzelstukjes Nee, ik denk dat er de puzzelstukjes er zijn. Ik denk het wel. Ja, maar passen die in elkaar? We hebben dat toch vorig seizoen gezien, dat het wel kan? Ja, maar... Ja, maar we moeten nog eens gaan kijken tegen welke... Te ofwel winnen die... Ja, maar nu winnen ze dat soort matchen ook niet makkelijk meer. Ik herinner wij de match tegen Brighton, waar ze een penalty uh, na afluiten moeten scoren ja, om, om, zijn, om, om, om te winnen. Dat zijn drie van hun... Hoeveel? Zeven punten? Dat acht ze hebben, of zeven, hè? ja. Of acht. Dat is waar. Ze hebben qua. Ze hebben qua um, dus XG. Uh, daar ben ik weer met mijn uh, expected goals en expected points. Is er één ploeg die slechter doet dan, dan Man United? West Brom. West Brom. West Brom heeft de expected points van, van drie. En Man United staat voorlaatste met expected points zes. Dus die, ze overperformen eigenlijk nog met de acht punten. Wat dat, hey, Liverpool staat daar op kop. Uh, dan komt uh, ik denk Tottenham en dan Chelsea. Dus dat zien we ook wel terug in de stand. Maar daartussen zit iedereen zo op een hoopje. Hè? Ja, ja. En Man United en West Brom vallen er dus een beetje uit. Dat is echt... Dat is on Man United. En maar, toch heeft Solskjaer een hoger winstpercentage dan Alex Ferguson in zijn eerste 100 ja, wedstrijden. Alex Ferguson moest van, van niets iets proberen maken. Hè? Klopt. En ik vond het de, een frappante stat. Hey, inderdaad ik ga, de de tijd Stats zijn maar stats, cijfers zijn maar cijfers. Uh, en de periode waarin Ferguson moest overnemen. Uh, ja, dat was, dat is, is puur, niet te vergelijken dat was puur, met het, dat was puur met het chaos. team dat nee, Solskjaer. Niet, plus niet dat hij ook, uh, met, met alle respect, hij lag ook zijn eerste seizoen bijna buiten, hè? Ja. Ferguson. Ja. En we spreken dan over, wat, 86? 86. Uh, ja. Was hij bijna buitengeschot omdat het gewoon ook niet ging. Hè? Dat is niet goed. hè. Ik heb nu ook niet het gevoel dat, dat Solskjaer 25 jaar gaat blijven zitten. Is Pochettino de juiste man dan? Ja. Is dat. Ik, heb, ik, denk wel dat, ik denk wel dat ze iemand nodig hebben die tactisch wat meer beslagen is. Niet ik heb het gevoel dat Solskjaer meer de, de people manager een, is en dat dat op een bepaald moment wat kan werken. Ik maar ik denk dat Pochettino ook wel een people manager is op een of vlak, maar dat hij meer tactisch beslagen denk, is. Zo een paar keer de Engelse pers wat suggesties zien doen, zodat een Hazenhut al eens zijn kans zou verdienen bij, bij zo'n uh -huh. zo ploeg. Of, of, of Brandon Rodgers, die ook weer passeert. Maar dat Man United nooit die richting gaat opkijken, omdat die arrogant eigenlijk... Ja, wat te arrogant zijn om te zeggen van we gaan geen manager bij Southampton gaan halen. Ze hebben moois gepakt hè? bij Everton. Hè? Dat was toch ook niet gigantisch groot? Dat was op aanraden van hem. Ik denk dat die mens nog redelijk wat macht heeft bij... bij... Nou, was... ja, ja. Ferguson was... heeft hij echt uitgekozen. Ja. Hè? Ah, ja, omdat hij al hoeveel, hoeveel jaar, tien jaar bij Everton zat en dat redelijk goed was met het materiaal dat hij had. Maar Everton is niet mijn United, hè? Ja, en Ferguson maakt ook wel eens een verkeerde beslissing. Ja, ik bedoel ten eerste. Of... En ten tweede, hij zal misschien ook denken nu, op dit moment, dat gaan we toch niet meer doen, zullen we? Want we hebben nu eens een en uit een kleine ploeg geprobeerd, ja, met grotere ja. materiaal, in een grotere club, en het is echt valikant, valikant afgelopen. Ja, maar dus dat vor... gaan we niet meer doen. Maar vorig jaar hadden we wel net het omgekeerde. Had, had je de grootste trainer ter wereld misschien, met, met Mourinho, en die heeft die ploeg die... ook niet die excuseer, uiteindelijk is hij wel, drie, die die wel tweede, tweede geworden. geworden is en drie bekers gewonnen ja, heeft. Hoe, meer, hoe, uh, hoe, lang, gewonnen hoe, hoe langer hij uh, blijft aanslepen, hoe meer, dat de, woorden krijgen, hoe meer dat de woorden van Mourinho gewicht krijgen dat dat zijn strafste prestatie ooit was ja, Mourinho wordt groter en groter. Hè. Maar het is gewoon, heeft heeft gedaan wat hij moet doen, buiten dat hij niet kampioen is geworden met Man United, ja, dat omdat tegen, er twee dat was ploegen waren die net wat hoger zaten. In hun opbouw, in hun een, klopt, hoeveel jaar is hij al bezig? Eerder dat hij hier geraakt is. Dat is ook al vijf jaar bezig. dus, ja, ja, 15, 15, ja. dus en, en en vorig jaar is dat dan uitgemond, en eigenlijk al het jaar ervoor, is dat dan uitgemond in Prijzen. het Liverpool. Ja. Het, de club, waarvan je zegt, wauw, dat zit perfect in elkaar. Ja, maar ze hebben, ook, echt... ze hebben ook diepe dalen gekend. He. Ze hebben ook achtste geëindigd, en een keer vierde, en een keer... Zesde, dus Maar ja. oh, er was wel toch een constante uh, stijgende er was lijn te merken. Er was progressie. En nu heb je niet het gevoel dat er is constant een stijgende lijn is. Het is ups en downs. Op en neer. Ja, nee. dus Ofwel, zoals het is oh. zoals de corona. Hè, op, dat gaat op en neer. Maar, maar dan, ze hebben ook Mourinho niet laten zitten. Wat, wie, wie heeft er Mourinho niet laten zitten? Wie heeft er gezegd... Manneke, je hebt nu drie maatjes verloren. Je eruit. Wie is dat? Ja, het woodward gaat ah, vanuit, ja, of Joe Glazer. En ik denk nog altijd dat het probleem daar zit bij mijn jong Sowieso, ze hebben een technisch directeur nodig. Iemand die daar een beetje tussen staat. Ja, nu. en iemand die daar de, in plaats van... Luistert, oh, 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 oh shit, er zegt er een dat hij buiten moet. We moeten onze manager buiten smijten. Ja goed, als als, als ik op een bepaald moment met, vuur, met vuurpijlen in uw, oh. in uw tuin zitten te schieten, dan, <laughs> dan kan ik me wel inbeelden dat je misschien soms een keer wat toegeeflijk bent op, op de, op de, de wil van de fans. Ja, maar dat is er ook maar gekomen doordat hij al jaren... Doordat hij blijft uh, zitten, uh, God, dat is waar. Dekker. Maar ik, ik, ik hoor wel dat ze zwaar aan het lobbyen zijn voor, voor Van der Sar. Naar uh, ja, ja, Manchester dat United Dat Ja, tijdje dat een, een tijdje bezig. Maar ja, wie doet dat dan? Dat lobbywerk? Ja, geen idee eigenlijk. Ah, ik weet het ook niet. Ik denk niet dat Woodward is, want die zit... Goed in zijn positie. Waar ja, maar nee, die kan even goed zeggen van, laat ze maar pijlen laten schieten en een van de of <laughs> En dan kan ik wel uh, op een andere stoel gaan zitten en, uh, en, Want het is en wel een, een aan ja, mijn pensioen, hè? Het is wel een must voor, voor zo'n grote club, dat ze daar iemand zetten die wat verstand heeft van voetbal. En die, zoals gezegd ook, uh, de, de boel een beetje kan temperen. Ook al, al gaat het supergoed dat je zegt van, rustig blijven jongens ook al is het super slecht. Lange ja, uh, met termijnvisie. Die gewoon, uh, ja, het overzicht kan bewaren. Die, die voet de manager, die voetbal kent. Wat heel manager is er is. voor de korte termijn. Uh, een technisch directeur is er voor de lange termijn. Hmm. Maar had vertongen niet gezegd over laatst, Dat dat Pochettino aan het wachten was op de, op de vraag van Man United. Ja, hij heeft al een vraag dat gekregen hij... in 2016. Toen, toen moesten ze ja, 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 beslissen ja. over Mourinho of Pochettino. hebben ja, ja. toen voor Mourinho? Nee, nee, maar dat toen hij nu... zijn ook de Champions League finale gehaald met tottenham. Ja. Dat hij dus dan wou dat vooral hij vooral nog de vruchten plukken. Ja, niet? maar dat hij zegt dat hij, nu, dat hij nu geen andere jobs aanpakt, dat hij alleen wacht op... Ja, ja, hij voelt het. natuurlijk ook dat er daar iets aan het bewegen is, denk ik. Ja, ja. Dat is ook gewoon een logische stap. En dat is wel... denk het wel. Ik denk, als je als trainer met die spelerskern aan de slag mocht, en je, je krijgt het vol vertrouwen van een bestuur dat zegt van als Pogba niet draait, moet hij hem van mij uit de selectie laten... Dan wrijfde je als trainer in de handjes dat je met zo'n kern aan de slag mocht. Ik denk dat wel. Ja. Er denk moet daar een is, juiste compositie is, uit te halen. Ja. Dat is een serieuze, een serieuze uitdaging, natuurlijk, maar het is wel iets waar je voldoening uit kunt halen, denk ik dan. Als het, als het echt goed gaat draaien, dan, dan, zeker als, als, als het daar vol zit, hè, als er als daar 75.000 mogen zitten, ja, dat zijn de, de wedstrijden waar je dat, dat het voor doet. En, en zeker in die club die ja, historie ademt. en... en ja, ja, maar die, die van dat de betere ploegen in, in nee, Nederland is. Ferguson zit er nu toch ook. En, en Olo zegt altijd, ja, ik, dat, is mijn, hè, dat is mijn voorbeeld, hij heeft mij altijd erbij gehaald. En uh, ik, ik spiegel mij een beetje aan, aan Ferguson en, en, en wat dat allemaal goed is. Maar Ferguson, in die lange tijd dat hij daar gezeten heeft, dat ik me kan herinneren, mijn geheugen kan mij in de steek laten, speelde altijd 4-4-2. Altijd op dezelfde manier. Mm -hmm. Soms al is een tweede spits die wat dieper staat en een tweede spits ah, een die wat een kleine, een kleine minimale aanpassing. Maar ik ging niet, ik ging niet veranderen van. En nu, ga met drie, nu ga ik met drie verdedigers maar dat spelen. Zijn en nu ga ik, he? Ja, maar, dat, maar, dat, maar dat is, dan zijn u niet aan het spiegelen aan nee, nee, nee. het hè. Dan zijn er belachelijk paniek, aan het doen. Dan, dan, he? dan, dan, dan in paniekmodus. Ik, ik, dat is weten van. Ja, Ik moet iets veranderen en het moet aanslaan of het is voorbij van mij. Ah, en, en, maar toch ook niet. Ik, ik heb Jan. En Jeff in mijn kern zitten. Oeh, dan moet ik er nu. Uh, Jeff en Piet moet ik uh, er eens krijgen. En, ja, en, en, en die, moeten, oe, die moet ik er ook nog in krijgen. Ik heb uh, ja, het gevoel dat nee, het zo gaat. Hè? Je kijkt toch, Jeff is een linkse, een linkse flank, mm -hmm. ah, die kan alleen op links spelen. Ik doe er een andere, ah, dan moet hij op de bank. Ja, voilà. uh, ik heb een aanval in een middenvelder, ene, ah, wel ja, die mag dan spelen. Je gaat toch niet beginnen met. Oh, nu ik dat, nu Je hebt het gevoel die die dat hij, gewoon en zijn, krijgen, dat hij en zijn, zijn spelers in zijn hoofd heeft en dat hij ze zo een beetje aan het puzzelen zet op ongeveer de beste positie, maar dat, ja, dat kan niet werken. Uh, dat, nee. is, dat is nu toch al een bijna een jaar bezig. Hè. Heel ja, dat circus. Al, al Aan de andere kant, Arsenal. Voor het ja, eerst hebben ervan, sinds wanneer gewint ja, op verplaatsing bij een top 6 ploeg? Sinds is 2015. Denk zeer ik. lang, ja. Die hebben het wel gewoon perfect aangepast, uh, aangepakt. Zonder dat het mooi was. Ja, ja. Want, ja. die nuance moet ik ook wel maken. Hè? Want een nieuw arsenal way wordt ik genieten, is het niet. Ja, vroeger was het 1-0 to the Arsenal, nu is het. 1-0 uh, to the Arsenal. Ja, maar nu is het uh, uh, zo lang mogelijk de 0-0 houden. En dan zien we dat er eentje van voor binnen valt. Ik, ik zijn nog helemaal de beste niet defense, ja. van defensie. Ik vind de party vind ik wel een goede zet, maar ja. ik, vind, ik vind, denk niet dat ze er al zijn. De beste nee, defensie op dit moment? Ja. Die hebben een één tegendoelpunt per wedstrijd. Dus hoeveel wedstrijden zijn er ver? 7. Dus die hebben 7 goals geslikt. Dat is zo on-Arsenal, maar ik snap wel Arteta daarin, want dat is toch de basis? Ja, als er iets moest aangepakt worden na MRI, was, dat, was het wel de defensie, want ja, dat was niet meer om aan te zien. En, en, nee. en daarmee toont hij toch ook van dat hij zijn team wel in het gareel heeft, heb ik de indruk. Ja, maar dan neemt... want dan... Want defensieve organisatie staat op punt. Daar ben ik mee. Neem daar bijvoorbeeld Chelsea naast, die hebben het vorig jaar volledig omgekeerd aangepakt, aanvallend was dat goed. Maar je pakt geen punten als je elke week twee, drie goals binnenkrijgt. Mm -hmm. Nu zet je eerste basis. Arteta begint met zijn defensie. Um, haalt daar inderdaad party daarvoor. Koppelt aan El Elneny. Ik weet niet of jullie minuut 91 gezien hebben. Wat dat ja. Elneny daar nog van sprint uit... Uh, ja. Wat dat Alsof toch vreemd dat 7... is. Hè? Want die, die mens was al verkast naar, naar Turkije. Turkije. Ja. En dat, dat snapt ook niet. Hè? Ja, omdat hem afgeschreven was door Uiteindelijk is dat dat's wat, wat een Eusil eigenlijk ook moest gedaan hebben. Ergens gaan tonen op een ander wat je wel nog kunt. En El heeft bij Besiktas bijna alles gespeeld, als maar ik mij niet vergis. El kunde konden verhuren, maar, maar ja, Eusile nee, kunnen niet verhuren. Qua statuutjes statu is er een verschil tussen Eusile en El Neni? Maar El Neni naast Parti werkte wel gewoon. Ja, maar daar ligt ook een probleem mee, volgens mij. Als je El Neni en Party naast, nee, op je centrale middenveld hebt, dan gaat er qua creativiteit veel te weinig komen. Je hebt dan wel Saka en. Uh, ja, Bellerin, dat is dan ook niet de, de meest aanvallend ingestelde voetballer. Uh, op je, je flanken. Niet slecht zeggen over Bellerin, en Nee, 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 dat is een en zo. Ik, dat is een grote meneer. Een maar dan vooral door zijn uh, extra sportieve ja. escapades. Hij heeft met vier achterin gespeeld, hè, nu, voor de eerste keer. Ja, maar hij varieert, hè? Ja, va het is te zien hoe. Maar dan heb je, als je met vier achterin speelt en die twee als buffer ervoor, dan hebben je nog vijf mensen. Wacht, hè? Vier, twee. Nee, dan heb je nog vier mensen die het aanvallende, die het aanvallende ja. kunnen gaan doen. Dus één van die twee, Partij of El Neni, moet niet veel meer zijn dan een, een link-up speler tussen verdediging en aanval. Ja, maar de, de, ze, ze teren ook op Obama Young, vind ik. En Obama Young is, is er nog niet. Oké, okay, hij scoort wel tegen Man United of van op de stip. Ja. Maar, maar dat, dat schiet uh, William ook binnen, dat schiet uh, Pepe ook binnen. Dat is volgens mij hey, Obama Young zoekt nog naar zijn goede vorm. En, en... Maar wat hebben we liever? Dat da, die vertrekt vanuit een systeem waarmee dat hem resultaten boekt en die dan hoopt te kunnen fine-tunen en het mooier te maken, of hebben we liever dat je uitgaat van mooi voetbal, wat je punten kost, waardoor dat je lager eindigt dan eigenlijk zou moeten of kunnen? Ik denk dat de Arsenal-supporters kennen paar... dat het dat die Ja, en dat die altijd uh, primeren. Ja, daarom zijn die arsenal van geworden. En daarvoor, ja, voilà. Maar dat is wel ook ik, de reden ik snap waarom wij. altijd dan natuurlijk wel daarin. Hè? Maar dat is ook wel de reden waarom wij met Arsenal altijd. Alleen niet altijd. Pak de laatste vijf jaar altijd met Arsenal gelachen hebben. Ja, maar er is een verschil tussen je moet mooie voetbal proberen te spelen. En als je verliest, verliest. De. Ja, ja. Tegenover, uh, ik, ik, heb de, ik heb een gigantisch probleem in de voorbije jaren achterin. En ik doe er niks aan. Want ik ben ofwel te koppig in de, ja. in, in, in de vorm van uh, Wenger, of, hè, want dat was op een bepaald moment, hè, je moet een centrale verdediger gaan kopen nee, 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 ik heb, uh, ik heb ik er nog mee. wel één. <laughs> en, uh, en, dan, en dan de slechte keuzes dat ze gemaakt hebben, met, ja, nee, nee Mustafi vind ik wel een goeie, en Socrates vind ik ook wel een goeie. Doe, dat, is, dat zijn dan verkeerde keuzes, vind ik, dat gemaakt Dan zie je het probleem wel, maar je lost het op een verkeerde manier op. Maar dan veranderde je stijl toch niet. Want je, dat is maar nu, waar je jawel, fanbasis maar van wel, en waar je heel uw club van hebt. Ik mee denk dat hij heeft. een gebrek aan kwaliteit nu probeert op te lossen in kwantiteit. Door inderdaad die dubbele buffer te gaan zetten. Door ofwel met vijf achterin te spelen. Is gewoon realistisch: van... oké, okay, dit, dit is geen topdefensie die ik heb. Dit is een degelijke defensie. Het is ook niet de slechtste defensie. Nee, nee, de nee, die zeker hebben niet, goede zeker punten. Niet. Maar. maar dat hij beslist van, ik moet wel daar gaan compenseren. Of we zijn, elke week houden wij we een open deur daar. Het is traint. logisch, hè, want hij pakt het grootste probleem gewoon aan. En hij, en hij weet van, ja, als, als we defensief 0 of 1 doelpunt tegen krijgen, dat we er misschien wel 2 kunnen maken. Of eentje kunnen maken, wat dan voldoende is voor de, voor, de, voor de zegen. Hij kijkt gewoon daarnaar. Hij wil prijzen winnen, maar hartstikke niet vergeten. Hè. Ja, maar op de lange duur gaat, gaat het volgens mij niet lukken. Nee, maar er moet ja, wel... Nee, maar er moet, nu, nu is dat oké. Okay, nu kan iedereen daarmee leven, want dat is een basis. Ze, ze doen Inderdaad. mee en dat is de basis. Maar er gaat op een bepaald moment de switch moeten komen van we gaan ook moeten aanvallen, hè, jongens. Maar ik vind het wel de correcte dus reden. Dat moment, ja. dat moment moet toch komen, hè? Maar toch niet zo dringend. Heb jij daar een dringend gevoel bij, van dat moment moet snel komen? Ik heb wel het gevoel dat dat wel leeft bij de supporters. Dat, dat er ja. sneller moet komen. Dat, dat er dat sneller moet komen ja, dat 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 hij, dan, dan, dan dat hij gaat willen. Maar ik zou wel eens van redeneren: oké, okay, top, we zijn aan iets bezig, we hebben een basis gelegd. We zijn niet aan het ja, maar proberen maar iedereen... lopen voordat we kunnen stappen. Ja, maar niet iedereen denkt zo. Hè. Iedereen wil gewoon. Mensen zijn gewoon te dieren, hè? Die zijn gewoon van Arsenal te zien aanvallend voetballen en, en met ja, stilisten neer voorin. Ja, moet moeten ze niet opnoemen. Uh, iedereen kent ze wel. Dus daar willen ze terug, na, na, terug naartoe, hè? Dus zeker de supporters. altijd dan dan misschien iets minder. Die wil gewoon prijzen pakken. Zoals ik aangaf. En, en die wil naar die top 4 in de, die wil naar de Champions League. Ja, en in het oude Arsenal. Om maar eens een vergelijking te maken. Het goede Arsenal. Daar had Jij dat ook. Hè? Die verdedigers. Dat waren echt goede ja. verdedigers. Punt ja, ja. gedaan. Hè? Ja. Die deden niks anders. hè. Nee, nee, nee. Dixon en Winterburn. Ik denk dat ze samen. een uh, Ashley Cole. goal dan. gemaakt hebben in de tien jaar dat ze er gespeeld hebben. Uh, Met uitzondering van Ashley Cole. Cole is, later gekomen, hè? Ja, ja. Dat is 2000, later gekomen. Ja. ja. Doe Adams uh, mag ook niet zo heel veel goal. Bedoel, dat, is, dat waren goede verdedigers. Keown, uh, daarvoor Bolt, uh, ja. dat waren goede dat, verdedigers. Dat de, de, ik denk dat Jelle ook de nagel op de kop slaat. Met te zeggen van ze willen Champions League halen. Ik denk dat dat voor die ploeg zo belangrijk is dit jaar, op financieel vlak. Dat vooral, hè. Om de gap te kunnen dichten met veel rijkere ploegen die de andere top vier, uh, die, de, uh, die de andere vier grote zijn in de G6. Dat resultaat nu even primeert om in die langere termijn terug te kunnen aanpikken bij en dan hopelijk terug die switch naar wat Arsenal voor staat. Ja, niet maar ver, niet, nu niet, niet doet dat, hij een blauw truitje aan en je denkt dat Chelsea is hè, van ja. vijf jaar geleden de manier waarop dat die spelen. Niet vergeten dat ze die, die 50 miljoen van, van party hebben ze moeten lenen bij een eigenaar, hè, omdat ze dat niet kunnen leggen. Die, niet lenen, dus het is een, het is een ja, ja. vooruitbetaling. Het ja, ja, goed. Een, 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 dat ze dat komt, je op, gevraagd, het, kunt het komt iets, op hetzelfde neer. Je kunt het iets sneller geven dan dat vooropgesteld was. Het <laughs> is geen lening. Jawel, maar je moet het nog altijd terugbetalen. Nee, het is een voorschot. Ja, maar, voilà. Als jij vroeger, als jong was, en je vroeg dan je ouders, godverdikke, mijn zondag is al op, en het is nog maar godverdikke dinsdag. Dan denk je, maak ik een voorschot. Dan gingen ze dat niet... De zondag moesten ze dat niet terugbetalen. Hè? Nee, dan kreeg je gewoon de zondag daarna niks. Ik gaat niet, niet zo gekregen. goed in onderhandelen daarover. Ze ja. kregen toch een voorschot. Dat is een voorschot. Okay. Nee, nee, maar ik wil het dan niet vergelijken met Arsenal. Maar, dus ik hoop dat die wat meer geld hebben. Maar ik, ik denk niet dat ze er op die manier gaan geraken. Ik denk dat je dit niet als negatieve keuze moet beschouwen. Het is, geen, basis, dat, het is een basis. Je kunt het heel seizoen volhouden. Het is een mentaliteitsswitch ja. ook. Het is winnaars maken, van, Met, van is, voetballers naar winnaars. Het is, het is een hele kleine hoezee, hoera, omdat ze gewonnen hebben op, op Man United. Dat is, dat is, de dat de is weer een, 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 een huis, druk die van de schouders op de valt. Want daar, daar kan de pers volgende keer alweer niet over schrijven. Want nu gaat het altijd, als Arsenal speelt, bij ook als wij een brainstorm moeten houden, Arsenal speelt op verplaatsing bij een top-6-ploeg, hoe gaan we nog eens brengen dat die al zo lang niet gewonnen hebben van een top ja, 6 Ja, maar ze hebben van die jaren al verschillende match, matches gespeeld. He? Ze hebben ook op Liverpool gespeeld. He? Waar ja. is daar goed? Ondanks het feit dat ze 0 alleen voor stonden. Nee, ze mochten blij zijn dat... Nee, omdat omdat ze aanvallend was. nog te weinig Hetzelfde zijn. Hetzelfde tegen City. Aanvallend komen ze, komen ze nog te kort. Maar, maar je hebt nu wel het gevoel van, die hadden die match kunnen winnen. En dat is, dat is al meer dan wat je vorig ja, jaar Ja, maar dat had. lijkt mij eerder een probleem voor Man United dan ja. een pluim voor, voor Arsenal. Ja. Sowieso, daar zijn de problemen groter hè, bij Manchester United. Bij, bij men, tegen Man City had we ook te veel Arsenal... Ja, nee, je had eigenlijk niet het gevoel nee. dat hij ooit kon winnen. Nee. Maar je had ook niet het gevoel nee. van, die zijn weggespeeld. Maar wat er wel is Kijk, wat bij de Arsenal, de is de dat kort vorig jaar verloren, ze of speelden ze gelijk tegen West Ham. Nu winnen ze die matchen wel. En dat is ook wel... Het, hey, dat is de man, de, daar gaat de dan nu van uit. dat ze die kleinere matchen wel gaan winnen... En dat is dan tegen de toppers af en toe wel een keer een steek kunnen laten en, en ja. op die manier raakte wel in die top 4. Ze zijn er nog niet hè? Nee, nee, ze, ze zijn, zijn nog altijd niet in de top 4 Ze zijn er zeker En er zijn niet. veel kandidaten hè, dit jaar voor die top 4. Het, het, het roept het allemaal meer. samen hè. Dus, uh, maar ja, al... Mourinho heeft van de week nog gezegd, hij zegt na nou, die zegen tegen Brighton, En zegt er zijn eigenlijk geen echte kleine tegenstanders meer. Behalve West Brom. Ja oké, okay, dat moet jij dan <laughs> hebben, maar... In, ja, dat in tegenstelling. Heeft Chelsea niet 3-3 gespeeld tegen Chelsea? Ja, dat gaat ook. Een van okay, de weinige fine. punten zijn dat hij pakken. Ja, 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 maar dan nog. Bedoel, uh, dat is typisch. Ik wil maar zeggen, hij zegt, En dat is een groot verschil met mijn eerste periode. Als ik bij Chelsea kwam, 2004, was ik daar aangekomen. En er waren matchen dat ik zei: Easy. De here, uh, thuis Sunderland, drie punten, drie punten. Ik Schrijf ze al op. Uh, thuis. Uh, ja, misschien ook West Brom, wie weet. Of Birmingham, of ja. Norwich, of weet ik veel wat. Uh, Darby oh. County, ik schrijf hier al drie punten op. En dat was ook gewoon. En dat werd dat met 3-0 of met 4-0 gewonnen, en, en die drie punten waren binnen. Dat was. En hij zegt en nu heb ik dat niet. En dat is toch een mens met een klein beetje ervaring, deskundigheid en wat hij al gedaan heeft. Ik vind, dat, ik vind dat inderdaad wel waar. Dat is mooi aan de competitie. Hè? Ja, dat, dat die kleinere mag. ploegen uitgezonderd, West -Brom, voor u, heb jij ook nog zo in? Nee, ik ben valemaal iedereen. iedereen. Ja, okay. <laughs> <laughs> Ik zeg dan gewoon voelen. Dat, hij, gezegd, dat <laughs> ja, hij zegt van, ja kijk, uh, die zijn allemaal sterker geworden, die zijn allemaal beter geworden. Ja, dus, en daarom, en de, is, daarom is de Premier League gewoon de beste competitie Ja, en de, de topclubs moeten op hun tenen lopen en dan zie je nog ploegen die uitzonderlijk liggen. Liverpool of Man City, die hadden nog eens een straat bovenuit maar steken. Maar de, top, de topclubs zijn gewoon in mijn ogen ook wel wat in slaapgewicht. Omdat Door. Omdat het verschil zo groot was destijds. Um, scouting was niet nodig, uh, was relatief niet nodig, want je kon toch gemakkelijk de miljoenen leggen die nodig waren om de beste spelers te kopen. Maar nu zijn ploegen die, zoals een Leicester bijvoorbeeld, die, die draaien mee omdat die op en top scouten en keuzes maken en goede transfers doen. ik uh, bedoel, als je vergelijkt wat Leicester gedaan heeft met hun budget en dat gaat vergelijken met wat Man United gedaan heeft met hun budget, ja, dan is het logisch dat die verschillen ook kleiner worden. Want er wordt gewoon minder gedaan met ja. de middelen die je. Hebt. Wat en, dat jij zegt is dat ze slimmer zijn geweest. Eigenlijk. Slimmer, dat die 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 hadden niet de vele miljoenen die de top 6 hadden, dus die moesten creatiever zijn en moesten konden minder steken laten vallen. En op die manier bedoel ik, is de top 6 wel deels wat in slaapgewicht en ja. zijn die hun voorsprong op dat vlak hun, hun, hun financiële voorsprong is misschien gegroeid, maar hey, we, we zitten hier al, al, al zes maanden te praten over uit Hoedward. <laughs> De structuur is achterhaald van, van sommige van die clubs. Iets wat, wat bij een Chelsea dan bijvoorbeeld wel weer wat meer aan het kloppen is. Waardoor dat die nu wel een, misschien een goede, trans, er, een, aan een goede transferperiode aan het worden is eigenlijk. Doordat daar wel een duidelijkere structuur is. Maar sommige van die topclubs zijn structureel achtergeraakt. Door de voorsprong die ze hadden. Chelsea doen nog altijd hetzelfde als ze vroeger deden. Ze, 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 ze scouten en ze, ze kopen er 100. Ze gaan er 95 ja, ja, van uitlenen. En gaan ze kijken of dat die. Iet of wat. Um, ja, nee, klopt. Zijn die goed? Zijn die niet goed? Ja, ze hebben het met de grootste spelers ook gedaan. Hè. De Bruinen ook eerst gekocht en dan, en dan verzet. Hè. Want door die, door die hele financiële situatie worden de, de kleine clubs ook uitgedaagd om creatiever te gaan zijn. En die gaan ook, die hebben ook meer middelen dan de middenmotors in andere ja, competities. Natuurlijk. Hè. Dus die gaan ook wel een keer een speler kopen van 10-15 miljoen. Ja, als en en nu, dat slaat als ook ge, soms. Als je nu tegen. die van nou weer ziet spelen bij Leicester, Ja, dat is les. Ja, we hebben kreuzes, die betaald he? 20, 25, 25 miljoen. Ja. En dan denk je, Man United, had jij nu gewoon die een keer gescout, en hadden die gehaald, hadden nog 30 miljoen, en je had bijvoorbeeld van een beek niet gekocht, omdat je die op dit moment niet nodig hebt. Mm -hmm. Los van Van een beek zelf of zo. Ah Nee, ze hebben hem niet nodig, want ze spelen hem niet. Ja, ja, zit dan, die altijd dan, in de tribune. dan, dan hadden we nog 30 miljoen over, en hadden we wel een centrale verdediger die duidelijk wel het niveau van de Premier League aan kan. Ja, ik geef u gelijk, Liro, Dus uh, Ik stel voor dat we een keer bellen naar Ed Wood om het uit te nee, leggen. Maar het is niet alleen United. Het is, is eigenlijk een pluim dat ik wil toewerpen, aan, vooral aan de kleinere ja. ploegen die het wel goed doen: een Leicester, een Southampton, uh, die wel goed omspringen met de En daar mogen zelf. we blij om zijn, want dat maakt dit spelletje en deze Premier League zo, zo, zo leuk om te volgen. Want ja, op bepaalde, bij bepaalde matchen weten we echt niet wat er gaat gebeuren. En, en niemand had verwacht dat West Ham nog ging terugkomen van een van, van 3 0 voor. Oké, okay, er, er is geluk mee gemoeid. Dat ook, maar in andere competities zie je dat niet. Als Real Madrid 3-0 voor staat, dan is het, ja, dan is het binnen. Hè, na is 15 waar. minuten. Ja. De liga is ook wel raar geworden, hè, die, Ja, goed, maar. Dat zie je toch nee, in al, je Als Bayern 3-0 voor staat, na 15 minuten niet, er, ja, niemand gaat er, Niemand gaat ervan schrikken, hè, want dan wordt het inderdaad 7-0. Dan wordt het geen 3-3. Dat, en dat is, dat is de sterkte van de Premier League. Of verwachten we dit weekend van wat eigenlijk de affiche zou... Ik viel eigenlijk uit de lucht dus dit weekend is. Ja, is Liverpool man City of man City Liverpool? Ik weet nu niet precies wie thuis hey, speelt. Man City Liverpool is. Het. Ja, nu dat er geen publiek is, hou ik helemaal geen rekening meer met mijn thuisvoordeel. Misschien, misschien onterecht. Ik viel uit de lucht dat dit weekend al de topmatch is. Mm -hmm. Ligt het aan mij of leeft het minder hard? Is dat doordat er geen publiek is? Ja, is, dat door, het is vroeg ook. Hè? Is dat door, ja, doordat het inderdaad vroeg in het seizoen is? Is dat doordat City zo laag staat momenteel? Waar staan die Die staan ah, tiende? Maar, maar bij een overwinning komen die op twee punten van, van, Liverpool, punten van Liverpool met een, met een wedstrijd heen. minder. Terwijl de perceptie heerst: Liverpool is een, een degelijk seizoen aan het draaien, Man City is, is een rampzalig seizoen aan het draaien. Maar gewoon als die dit dus weekend het winnen... Het is verliespunten natuurlijk dat je moet inrekenen. Hè? En de manier waarop dat ze winnen. Oké, okay, als je 0x1 wint bij Sheffield United, ja. Dat is voldoende. Maar als die nu... Ja, inderdaad. Maar als die winnen ja, op, op Liverpool maar, dit weekend... Uh, ik verwacht er toch veel meer van, van, van Man City. Ja, ja, maar ze kunnen niet elke week met 0-3 en 0-4 winnen. Ja, maar dat hebben ze nog niet gedaan. Ze hebben geen spits. Dit, hebben ze hebben dat nog niet gedaan hè, dit, dit jaar. Dus, uh, dat is, dat is terug, hè. Jesus ja. is terug, hè? Dat is uh, heel positief voor, voor, um, ik kan voor Guardiola. Heen. En ze hebben, de, ze hebben in de Champions die ik heb 3-1, 3-0, 3-0. Ja, goed. Tegen Joza, Olympiakos, Marseille. Porto Marseille en, en Porto Marseille. en Porto. Ja, dat, dat is... Ja, maar Olympia... Maar, maar, Leroy. Marseille. blase Ja, zeg maar. 3-0 gewonnen ja. van Porto. Dat toch iedereen. Ja, ja. Dat vind ik wel, ja. in ja, Maar United <laughs> niet misschien, man. Marseille heeft toch nul punten nog. En die hebben al hoeveel matchen rij Niet gewonnen 12. 12, ik, ja, die de 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 het record van Anderlecht van gegeven, ja. Die zijn er ook gewoon bij om erbij te zijn. Laat ons eerlijk zijn. Ah, ja, ja ze zijn blij dat ze erbij zijn. Maar dan nog... Dan nog... Oh, Jij hebt zijn krullen gezien trouwens. Ja, ja, ja nou, ook zijn de penalty dat hij gemist <laughs> Heerlijk, Heerlijk permanentjes. Ja, de enige die in de buurt komt van de kapsel van Reece James, dat ik op geen... Ja, oh. We wijken ja, we wijken uh, nee, af Nee, ik, ik uh, uh, De topper. Uh, ja. de topper. <laughs> Wat gaan ze doen achterin bij Liverpool? Dus de zaterdag heeft... Uh, Verdediger denk ik. Hoe spreekt hij Nathaniel? Nathaniel, ja. Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel zoals like Daniel. Oh, uh, gespeeld, Maar die was dus niet geschreven voor de Champions League lijst, omdat hij van de zomer mocht die vertrekken. Van Klopp, omdat hij centrale verdediger nummer 8 of zo in de pickorde was. <laughs> uh, daar die, <laughs> die, die kon vertrekken, die kon naar 10 Championship clubs. Zaten zat dingen er als, nog bij? Als we klop mogen. Loverijn zat, zat er toen nog, denk zat ik. Die zat in de pickorde nog. Hoger. Ja, dus okay. tegen dat Loverijn weg was, was hij al 7 in de pickorde. Maar die mocht dus weg, raakte niet weg. Uh, staat daardoor niet op de Champions League lijst, maar moet plots wel spelen tegen West Ham. En het interview van Klopp <laughs> achteraf was fantastisch. Uh, hij zei: Het is geen Messi, het ziet er <laughs> totaal niet uit wat hem doet. Uh, <laughs> maar ik ben blij met die jongen. En hij uh, is ook verkozen op man van de wedstrijd, denk ik, ja, door Jamie dus, Carragher. Ja. Dus is ja, voor iemand. Ja, ja, het niet, is allemaal, het niet, is allemaal ceremonieel. Maar die, die jongen is 24, 23, 24. Vorig jaar uitgeleend aan Stuttgart in, in Duitse tweede klasse. Uh, Zoals ik al zei, volledig afgeschreven, niet op die Champions League-spelerslijst. En plots mocht je wel ja, wordt toch door een icoon als Jamie Carreger uitgeroepen tot, tot speler van de matchbij. Dat is toch een mooi verhaal. Dat is, toch, dat is, dus dat is een voetbalsprookje. Het is dus, dus, dus een mooi verhaal. Het is iets wat hij lang zal onthouden. Maar, je maar je gaat gaat de, niet, hij gaat van de weekend niet spelen ik denk, denk ik, dat hij niet, niet veel gaat ik spelen. Hoop, ik, ik denk dat hij stiekem hoopt dat hij dit weekend niet uh, moet hij spelen. Niet wil, spelen. Wil echt. je dan spelen? Als je weet dat jij echt. Vraag me af. Je, zet, je weet dat je echt de slechtste op het veld bent, puur qua kwaliteiten. Je weet dat je tegen Jezus gaat spelen. Dat de Bruine constant als, u gaat opzoeken, waarschijnlijk. Ja, met, met zijn, zijn steegbal en op, Sterling Maris. Wilt je die match als speler of niet? Hé, Leroy van Vraag. Natuurlijk wil het wel. je spelen. Je wilt ja. toch altijd spelen. En je wilt je toch wil die altijd, bewijzen. En je, je denkt toch komen. elke match van. En, en nu ga ik de beste zijn. Ja, de, Eigenlijk heeft hij niks te verliezen? Hè? Voilà. Ja, als de die druk ligt niet op zijn schouders. Als die top is. Stijgt hij alleen maar in die pikorde? Als hij eruit valt, ja, dan, dan vervalt hij in dezelfde hij situatie. Even, ja, ja, dan staat hij, zat hij ver, als het seizoen is. Dat is de maanste dus. zaak van de wereld dan ook Niemand gaat iets zeggen. Ja, klopt, ja. Gewoon ik knallen. Ik, maar ik zou toch, ja. Je moet gewoon knallen. Maar dat was, ja, ik, zou gewoon, ja. maar ik ben benieuwd op wat hij gaat spelen. Ja, maar dat is hetzelfde als als ze zouden vragen. Leroy Deltour, wilde jij vandaag met Liverpool meespelen? Nee. Morgen? Nee. En dan nee. Zeg... Niet tegen City. Ja, maar dan nog? Nee. Dan zeg je toch ja. Jij zegt nee. nee niet zit Stel dat je, je in bloedvorm je... bent. hè. in bloedvorm. <laughs> ja, ja je, bent, je bent wel in bloedvorm. Nee hey man, dat staat de tabloid toch vol als je daar een kemel doet. Nee, ik ben daar met dat al... is niet waar, want dan gaan ze zeggen... Ah, maar ja. Van, man, de is dat... Coach, wat hebben we nu gedaan? Ja, ja van, het is de fout van de, had je de coach. Je hebt het toch niet van, moeten he? zetten? Die was er niet klaar voor. Ik heb wel een vet verhaal om te vertellen dan. Voilà. Dus ah, puur, ah, voor ah, dat ook. puur voor ah, jullie zou ik het doen. Alleen maar... Alleen maar voor de insights ik niet Ja, Dat vind ik wel een idee. Ik denk dat ik daar iets te grote falangs voor heb. Maar jullie verwachten dus Rice Williams dan? Of Fabinho ja. gaat terug zijn? Nee, Fabinho gaat niet terug zijn. Nee, Rice Williams en, uh, en Gomez. Hè. Ja, want dat, dat vind je dus vet. aanklopbaar. Kijk er wel naar uit. Nou, dat u wel. Dat hem... en, die en die zone, de, de, de spitsen van City tegen de verdediging van, van Liverpool, dat wordt iets om, om in de gaten te houden. Duidelijk gaan ze... een, een belangrijke rol hebben, ja. volgens mij. Ja. Als ze als in die rug van, van Alexander ja. Arnold gaat ja. voilà. duiken. En als hij, als hij die van achteruit daardoor. En, maar ja, met wie gaat hij weer spelen, Guardiola? Dat weten was we niet. Was 5-0 de laatste keer met elkaar? Ja, goed, ja. ja, ja ze waren nog dronken. Net kampioen. Dat Ja. zo'n match. Dat toch even uh, interessant, Zelfs van denk Dijk ik. was nog zijn. Dus ik denk dat dat een mooie motivatie gaat zijn voor Liverpool. Wie verwachten we voorin? Jota? Dat juist, ja. uh, Jota. Nee. Jota. Nee, Firmino. Toch Firmino? Ik verwacht Firmino. ook Firmino, ja. ja omdat, omdat klopt is. En, ik denk niet en omdat, dat die omdat, die om, omdat Firmino wel... Dat vast idee. Hij is heel belangrijk ook voor... Tenzij dat Firmino iets heeft. Ja. Ik stoor mij letterlijk al twee jaar kapot aan Firmino. Ik snap waarom, maar die is hij is... zo aan maar, nee, op Nee, maar het hij feit... is heel belangrijk voor dat nee, evenwicht maar niet meer. Echt waar. Nee, ik geloof daar niet meer in. Op, ja, Atala op, op, Atala gewoon... op Atalanta kan dat hè? Op Atalanta kan Firmino even een keer uh, op de bank zitten of, uh, of niet? Ik zat hem in de selectie, ik weet het. Ja, ik weet het ook niet, omdat hij op de bank zit. Uh, dan kan ik er met Jota spelen, maar ik denk dat Firmino, het is een zodanig slimme speler en een die klopt, die het klop toch niet meer. Vo volledig kent. Maar hij brengt het toch niet meer jelle. Is... Ik, heb, nee, ik kan me geen laatste goede match meer herinneren van Firmino. Dat is zo Om lang geleden. Ik, ik zie, kan het onder niet de nek Ik zie dat, maar hij krijgt één of twee kansen in een wedstrijd. Oké, okay, dat is te weinig voor een die, in principe diepe spits. Maar hij staat eigenlijk achter Ja, Hij speelt niet om spelen zo. Als je die opstelling he? maakt, dan kan is, staat hij meestal hem. op de, de negen-positie. Maar. maar ik vind, ik, er wordt zo vaak gezegd: Firmino maakt Salah en Mane beter. En dat vind ik grote kwats. Nee, ik vind dat niet. Mané en Salah zijn gewoon toppers. En Firmino wordt mee naar boven gezogen. En hij is een nuttige speler. Maar hij maakt, nee. hij maakt letterlijk nul goals. Hij geeft geen, ja. geen assists meer, zelfs geen pre-assists meer. Hey, er is een seizoen geweest kunt, dat hij top was. Dat je hij kan dan eens beter een vormdip maakt. hebben. Want niet... die vormdip duurt al anderhalf jaar. Ah, dat vind ik, ik overdreven. Ah, nee, 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 Leroy. Die of mens heeft heel veel belangrijke dat, goals dat is, gemaakt. Ik okay, zit het, heeft heel al al is het zodanig ver in mijn hoofd door, door die corona-onderbreking. En was hem daarvoor misschien vlak daarvoor top. Maar na de onderbreking herinner ik me echt geen. Hij had het probleem om op Anfield te scoren, dat klopt. Daar heeft hij 20 matchen niet meer kunnen scoren. op. Maar hij is. Hij heeft heel veel belangrijke goals gemaakt, ook vorig seizoen. Ik denk dat we dat soms te veel vergeten. Iedereen kijkt naar de cijfers van Salah, van, van, van Mané. Maar Firmino is, is bijzonder belangrijk voor, voor, voor Jurgen Klopp en voor, en voor Liverpool. Ja, maar ik vind, je moet hem echt eens onder de loep houden. Tijdens maar, de laatste wedstrijd. Zou jij dan zeggen dat Jota hetzelfde type is? Dan Firmino? Nee, totaal niet. Maar Jota ah, ja, dus brengt ik wel. kan hem niet in de, in de plaats zetten. Nee? Maar Jota brengt wel, kan wel dat verschil maken. Ik weet, Tegen dat, ik, ik weet niet of dat type nodig is met, met, met het middenveld dat zij hebben. Ja, het is, het is de keuze van Jurgen Klop, natuurlijk. Hè. Die, gaat, die gaat die beslissing bepalen. Maar goed ook dat wij die niet moeten maken. Maar, um... Je zet Schultan na een hat zet hij die niet op de bank. Ja, ik wel. Als momenteel de speler met het meeste vertrouwen in je kern. Los van Salah. Want hij kun, die hij kan, kan niet hij, meer vertrouwen hij, hebben. Dan hij kan toch invallen? Je je toch ook als invaller een impact hebben? Ik vraag dat ik je dan maar die dan smertje. pas je je aan. Dan, 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 dus jij kiest ervoor, we kiezen voor Firmino, omdat het tegen Man City is. Ja? Dus jij past je aan. Omdat je in je, top, in je topmatch... Terwijl als toch je komt met Jota... meer terugvallen op hetgeen dat je beter kent dan Jota zit er een week of zes, Maar zeven. je hebt Van Dijk niet. Dat is al een totaal andere situatie. Je kunt u al niet... Je moet al anders spelen, omdat je Van Dijk niet hebt. Kunt je u, kunt u niet rekenen op je defensie op de manier waarop dat je anders op je defensie dat kunt rekenen. Dat is waar, dus dan kunnen we toch even goed voor, toch de redenering maken. Ik kies voor Jota en ik kies voor de aanval en ik kies voor iemand een derde iemand vooraan die doelpunten kan maken. Er valt maken. toch voor beide situaties iets te zeggen. Dus... Ah ja, maar ik ben mijn standpunt aan het ah ja, verdedigen ik, ik heb het ja. mijne gezegd. Dus, uh... ik, ik, ik vind dat Firmino gewoon teert op, op wat hij twee jaar geleden gedaan heeft. Ik, ja, ik kan het enigszins ja. wel begrijpen, maar ik vind dat hij toch nog zijn plaats en zijn rol heeft bij, bij Liverpool. En zeker nu tegen Man City, denk ik dat hij... Ja, toch wel in de basis zal staan, maar we zullen het moeten zien. Het is alleen Jurgen Klop, en dat zit nu alleen in zijn hoofd. Dus... Uh, spannend. Heel spannend, <laughs> he? Hopen, ja? Hopelijk wordt het gewoon een betere marge dan United-Arsenal. Uh, ik denk het wel. Het zijn toch twee ploegen die meer en makkelijker aan kansen geraken dan, dan Arsenal en Man United, dus wat dat betreft... Nou, ik denk niet dat er veel doelpunten gaan vallen. De goeie 2-2, denk ik. Ik denk het niet. Omdat ze alle twee niet... Nee, minder, ja, staan, de hele staan situatie, zo, uh, nog vroeg in het seizoen, uh, zoekende... Over voor Liverpool City is een uitgelezen kans om City uit, uit, uit de race is overdreven. Ja, maar, maar die gaan ook niet toch zo Toch een stevige denken, denken. mentaliteit uit te delen. Gaan die zo denken? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dat, 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 dat dat toch meespeelt. Als die, zeker als je ziet hoe klein dat verschil twee seizoenen geleden was. Ja, maar Vorig seizoen hebben ze daar een heel seizoen op geteerd, he, op, de, op dat ene punt als het te kort kwamen. Ja, maar dat kwamen. is waar. Maar gelijk dat de Leroy zegt... Ik glaub, zal ook wel denken van, uh, ik weet ook wie dat ik van achter heb staan, die camera Ja, voilà. Jij weet, het dus, uh, gaat de redenering zijn: we gaan er wat binnenkrijgen, wij gaan er meer moeten maken, denk ik. Of, nee, of, of we, gaan, we gaan proberen om Met wat compacter te spelen en we uh, gaan niet allemaal gaan lopen: hè? Alexander twee, Arnold en uh, twee Robertson die die... en. Uh, de organisatie prediken. Ik zou er echt ontgoocheld over zijn. Ja, maar ja. Dus met andere woorden, we weten het eigenlijk totaal. Niet. Nee. Ah, nee, we en zijn laten we ons, ons verrassen. We, we zijn al tien minuten aan het gelukkig. lullen over iets wat we niet weten. En we laten ons verrassen door de tactische genieën die uh, Pep Guardiola en Jurgen Klopp zijn. Ja. En ik ben ja. Een supporter voor Klopp die ervoor kiest om geen random gast centraal van achter te zetten. Ik well, kan, well, well, we zullen het wel zien. Het zou well. wel goed zijn voor, voor als City wint. Dan komen ze op twee punten hè, en dan staan ze virtueel voorbij Liverpool. Ja, en dan is die slechte start van Guardiola ze zijn de slechtste ooit. Ja, ze zijn niet tien op 15. dat hij is. Dan staan ze gewoon op. eerst na Stel je ja, voor. Niet eerst, maar goed. Stel je voor. Ja, als ze die winnen, en ze winnen een in inhaalmatch als eerst. Hangt er vanaf wat Everton en, ja, en Leicester en, zaten nog tussen. en Villa -Nee, en de andere heen? topclubs doen. <laughs> ah nee, wacht eens. Nee, ah nee. Want ze hebben die in-alle-match nog. Acht, elf, -nee, als, als die winnen, staan die twee punten achterop. In-alle-match tegen wie is het? Burn? Nee, actually, Villa. Uh, Villa. Ja. Dat is een topper, man. Dat is een topper. 7-2. Voilà. Nee, nee, maar we kunnen het toch niet voorzien. Dus We moeten niet gaan, uh, gaan beginnen rekenen. Ja, voilà. Dat heeft geen zin. Nee. Nee. Dat we wel nog rekenen. moeten overrekenen. Ja, rekenen. Over rekening gesproken. Over gesproken. Ja, we hebben vorige week... Jij mag dat doen. Um, we hebben vorige week Bart Varenwijk aangeduid als maand, maandwinnaar van onze Fantasy ja, in top. oktober. <laughs> het blijkt dus dat de Premier League uh, blijkt dus dat de Fantasy Premier League vorig weekend ook nog mee heeft bij oktober. Gelukkig komen we daar niet mee in de problemen, want Bart Varuwijk staat nog steeds op de eerste plaats. Ja, ja. Maar hij heeft wel gezelschap, ge gezelschap gekregen van Tom van den Bulke. Dus we hebben al een unicum. In de tweede maand hebben we een dubbele maandwinnaar, uh, Bart Varuwijk en. Uh, van een Bulke komen in onze pot. Ja, en van een Bulke, die, godverdikke, hier, hier, zit, hier zit voor wielrennen. Dat me... zogezegd in de Premier League. Dat die ja. in mijn een zetel op uh, dus Het is in Vals Plat. Dus het is ja. duidelijk dat het een gelukspel is. Hè. Duidelijk. Hij heeft dat, dat ook niet... gezegd, he, dat het geluk is. Dat is niet waar. Dus die... Vorig jaar had hij ook al een goede proef. <laughs> ja. Die neemt dat wel door, die gast. Dus zij komen alle twee in ons, pot... zij komen alle twee in ons potje terecht ja. met maandwinnaars. En uh, Jan Surquin, onze eerste maandwinnaar, die staat terug op kop in het algemeen klassement. Dus die heeft momenteel heel veel kansen om hier aan het einde van het seizoen met een prijs... Ja, 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 ja maar we zijn er nog niet. Hè. Nee, het is ja, nog, dus lang, nog heel hè. lang. De meet is ver, hè, en daar oh. worden de prijzen uitgedeeld. Alleen maar aan de meet. En? Hè? En een beer is nog niet geschoten. Dan nog eens tijd voor, wat zelfstoef. onze tips vorige week. Ze hebben ze uitgepakt. Uh, ja, hè? Geet oh. wel geluk gehad met Werner. Die ging normaal niet spelen. Maar wat zit er? <laughs> ja, nee, pure ik heb, ik heb nog namen genoemd. Ik heb Ward Price bijvoorbeeld, eh, De, dat is De gigantisch ook. Ik heb Chill al genoemd. Ik heb wel dus niet gezegd, maar. All credits nemen. Heb je tips? Is op, dat is zo'n speler dat je niet zet, hè, he, Ward uh, uh, Goh, dat is een moeilijke. Maar, het uh, hangt er een beetje vanaf van het programma natuurlijk. Maar, en daar hebben we het niet over gehad, jammer genoeg, want ik wilde daar eigenlijk over spreken. Dat Lampard blijkbaar eindelijk zijn verdediging in orde heeft. En die heeft mij... Ik heb vorige week Zuma in mijn ploeg gezet. Terecht. En... Uh dat blijven staan, denk ik. Ja, ik zou iemand anders van Chelsea... Ik, ik denk dat Zuma blijft staan. Ik zou uh, ha Hakim Ziyech. Hij, ja, dat is dan offensief weer. Maar hij oh. heeft het defensief in orde. Met Mendy in de goal, om te beginnen al. Met die vier verdedigers, mee, met Chilwell en James. En met, met James vast... en Azpilicueta gaan we Ja, oké. Okay, kunnen, kunnen, daar kan hem nog in wisselen, naar gelang. Uh, maar vooral dan Thiago Silva naast uh, Zuma, en ja. dat werkt, en werkt. Ah, ja. En daardoor, ze, ze pakken geen goal meer, en daardoor kun je van voor doen wat je wilt. Ook tegen Janneke en Mieke. Ik heb het zo. gezegd, uh, ja, ja. vorige week of twee weken geleden, van, hij moest zijn... zijn in de Mourinho naar boven halen hè? en, en het, is, het, is, het is uiteindelijk gelukt. Dus, uh, ja. zeg dus, tegen Janneke en Mieke, ik ga dat nog maar eens zeggen, tegen West Brom hebben ze ook 3-3 gespeeld. Ja, 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 en er zijn ook. geen zeg, Janneke's Janneke en Mieke's meer, Mieke. hebben we net ook Ja, dat uh, Janneke, Mieke en hebben niet tegen, tegen, ofzo, Ze hebben tegen Renn gespeeld. Ze hebben tegen Rennes gespeeld. Ah ja, fantastisch. En het was belachelijke Hens. Er waren nog belachelijke penalties hè? Ja, maar maar goed. Ja. In dus jij typt Chelsea, ja, die hebben een goed schema? Ja, ik denk dat Chelsea... Uh, een goed daar moeten we toch eens uh, nader naar kijken. Ik zei, ja, Hakim Ziyech zou ik spelen, want ik, uh, het blijft uh, een fantastische shotter. En, en, en de dingen dat hij laat zien is... Ja, hij was betrokken in zowat elke aanvallende actie van Chelsea. Die gaat uh, heel wat assists en, en ook wel doelpunten uh, geven en maken. dus uh, ja. Ik zou die toch er, ja, aan, dus Zeker door, door, door het schema. Dus, uh, en en Timo aangeraard. verder staat nu op penalty's. Dat is ook nu een belangrijke. Misschien voor diegenen ah, ja. die naar Chelsea gaan het kijken. Voor degenen die dat nog niet wisten, bedoelde. Ja, ja. Maar dat is Wat nog maar van schoen. vorige week, of van deze van, van twee dagen geleden. Je uh, moet daar niet op tegen. Mijn dat tip. Is je, ik heb... zag het gewoon. je zag het gewoon gebeuren en je hebt het niet gezien. Ik dat ga opnieuw van een lushere tip. Uh, echt. <laughs> van West Ham. Ah, ja, West Ham ja. heeft ja. alle grote ploegen achter de rug. nu. Ja, ja. Dus uh, als je een budgetverdediger nodig hebt met een makkelijk schema. Ja, een makkelijk schema. Janne, ken ik je bestaan <laughs> niet meer, heb ik hier gehoord. Uh, maar die hebben wel een degelijk schema tot, tot ergens halfweg januari of zo. Uh, die Koufal heeft ook al twee assists gegeven ja. in de 4-5 wedstrijden dat hij heeft meegedaan. Dus dat is wel voor 4,5. Een potentieel gokje. Wat moeten we doen met uh, Ryan en uh, nieuw Mopé? Wat moeten we daarmee doen? Mopé een ego is te groot. Ja, nee, Hij gaat terugspelen. Terug Het verhaal van Mopé is toch fantastisch? We hebben, wanneer was dat? Was dat mei of zo? We hebben we hem hier lof zitten toezwaaien? Omdat hij... Bij de Omdat was hij de dat? Arsenal... Dat was wedstrijd met, met Ganduzi. Ja. Had hij daar een opstootje gehad met ja. Guendouzi. Guendouzi <laughs> heeft gelijk, en, blijkbaar. Uh, het is toen, toen, toen had Mopé achteraf beweerd dat, dat hij van Arsenal iets te veel had gezegd, allures je, hadden? Je had, nee, het had, had letterlijk gezegd, wat verdien jij hier? Dat bij, bij vraagt, hè, aan had Guendouzi gevraagd aan Mopé. En bleek dat Mopé, bleek dat Mopé meer verdiende dan Guendouzi. En Mopé wordt daar ook matchwinnaar in die wedstrijd. Maar noemt Guendouzi en heel Arsenal bij uitbreiding daarbij iets te arrogant. Uh, we schrijven hoeveel maanden later? Drie, vier maanden later. Uh, opstootje op training. mopé. Uh, plaatst daar iets te hoog van de toren. Graham Potter moet daar niet van weten. Terecht. Uh, vindt dat hij aan het zweven is. Uh, en, en zo. Ja, hij selecteert hem. Ziet ja. zijn altijd toch zijn Franse etterkens. Maar Ryan ook. <laughs> was die dan betrokken in, in die. Nee, ik denk, dat Ryan daar, ik denk dat Ryan daar niet echt iets mee te maken heeft. Ik, ik vermoed dat Ryan een beetje afgestraft is voor de vele tegendoelpunten die Brighton slikt op, op stilstaande fases en hoge mm. ballen. Ja, dat is een probleem geweest. En, en hij is... Het is een goede keeper, maar het is een lijndoelman. Is het is kleiner, een voetballende is, doelman. Een meter, een meter 85, denk ik. Dus ik denk dat, je, dat de meeste doelman in de Premier League toch boven de 1,90 zijn. Dus, uh, die 5 centimeter mag het in principe niet komen, Of maar... enfin, hij is eruit, maar Pickford is er ook uit. Hè. Dus... En daar zijn we... Heel mooie beelden wel van op de tribune. Hij was zo echt aan het meesupporteren, dus dat vond ik wel top. Ja, ik denk soms dat hij zich daar meer thuis voelde dan in de goal eigenlijk. Ja, ik heb hem al sinds al de Leroy. Ik speel liever niet mee. Het ene van de brak in zijn hand, had nog een pint nodig in zijn handen of zo. Dat is helemaal vet geweest. Misschien stond dat onder anders token. Maar was hij aan ook weer zo: een keeper die rust krijgt, gelooft een van die twee? Mentale rust, die rust Mentale rust. Natuurlijk. Ja, ik denk dat Tim daar de nagel op de kop slaat. En volgende week staat hij er dus terug gewoon in, Pickford. Misschien is hij wat hij mentale ja, rust genoeg gekregen ja, heeft. Ja, ja, heeft ja, he. ja, ik vond die in en Olsen dat niet slecht doen. Ja, maar dat is ook niet geen slechte keeper. Daarom hebben ze hem als tweede keeper gekocht. He. Ja, ik ben er toch niet wild van, maar goed. Everton ah, nee. is, is, is... Wat was dat, Huddersfield dat hij gespeeld heeft? Ja, Everton is ja. toch naar beneden aan het gaan, dus... Uh... Ja. Maar Ze heeft last van zijn maar ze gaan dit ballen. Het is, is dit weekend toch tegen Man United, dus dan... Ah, nee. Going on the up. En is curieus. Ben is curieus. Ja, veel om naar uit te kijken. Dus, uh. Goed, we zijn er eenmaal door. We hebben alle tips gegeven dat we, dat we hadden. We hebben iedereen... Ja, er zal wel één goede tussen zitten, zeker? <laughs> we hebben gelachen met iedereen dat we moesten lachen, zeker? Ja, we hebben Ongeveer, alle potentiële ontslagen opgenoemd, ook denk ik. Ja. Oké. Okay. Voorlopig maar eentje, denk ik. ik. Hier gaan we het bij halen. Ja, we hebben het over uh, XG, xp gehad. Afronden. afronden. plat was er maandag. Al gezegd, hè. Met leren. Tom van den Bulke. En ja. morgen komt Kilian Overmeire. Kilian Overmeire die, als ik over... die dat goed gelezen heb, nu toch niet stopt. En nu toch weer... Well, ja, Hij is, is, is geen prof meer. Nee, nee, maar... Toch bij Temse gaat shotten, nee. hè. blijft Zo. bij Tems zijn grote Lokeren. liefde. Lokere Mooi lokere gedaan, Temse. wel, hè. Even uh, Waalsland-Beveren afgewimpeld. En nu... Amateur bij. Ja, maar als de legende Roepersen, van Lokeren kan het moeilijk bij Wassant-Dewe gaan shotten. Hè? Kan hij voor, voor de rest van zijn leven gratis gaan eten overal in Lokeren? Nu zeker, hè? Zou kunnen. <laughs> wow, ik weet het niet of dat ze. Nee, zo, ja, zoals nee. Maradona in Napoli, dat daar zo overal muurschilderingen van zijn. Daar worden, hebben we nog maar, niet over gezien. Zo stel ik mij Lokeren voor, ik ben nog over nooit in. Over Diego Lokeren Maradona, oké, okay, dat is misschien niet Premier League kick-and-rush achtig, maar die beelden gezien van die een dokter? Ah ja, natuurlijk. Oh, dat is waanzin. Oh, Diego die geopereerd wordt en die een dokter die de trap op gaat en die wordt aangemoedigd door de supporters die daar rondstaan <laughs> ja. rond, dat, rond dat ziekenhuis. fantastische ja, okay. beelden. Ja, kunt, ach, dan heb je het gemaakt. Hè. Ja, ik hoop dat, dat, het, dat, hij, wordt, hij, dat hij iets kunnen heeft herstellen daarboven. Dat, dat zullen de fans morgen zijn. Bij de nieuwe, weet niet, Ja. Kiliano. Her. Kiliano voor mij, oké. Okay. Goed, dat was het, hè. we zijn rond. Hè. We zijn helemaal rond. Okay. Volgende week opnieuw kick and rush, dan is het uh, daarna internationale week, als ik me niet vergis. Ja. Eh, dus uh, het is het yes. laatste weekend, uh, premier, week, en dan is het even rust. Dus uh, niet voor ons. No rest for the wicked. Tot volgende week.